Deze kant, en ik gaf al eerder aan dat we met Brian Munselag vandaag een beetje die tory gaan praten. Want we zitten natuurlijk ook in de COVID-periode. Brian is in de entertainmentwereld. En laatst zag ik op je social media, op Facebook, zag ik dat je toch wel je bezorgdheid hebt geuit over de entertainmentwereld en COVID. Van wat gebeurt er met de entertainmentwereld, Brian? Inderdaad, welkom. Welkom, Brian, welkom. En goedemorgen natuurlijk aan iedereen. Het gaat bijzonder slecht met de entertainmentwereld in Suriname, maar niet alleen in Suriname, overal. Mm-hmm. Bekijk natuurlijk de entertainmentwereld naar mogelijkheden om te kijken hoe hieruit te komen. Je moet je voorstellen dat ik heb een entertainmentbureau waar er mensen aan verbonden zijn, mensen zijn werkzaam. En je hebt een bepaald jaarplan dat je hebt. En daaraan verbonden zijn natuurlijk toeleveranciers, et cetera, et cetera. En als je van één op ander moment, en dat is dus in principe al in eind februari gebeurd, daar een stop aan geplaatst wordt met budgetten dus die je eigenlijk al hebt geprojecteerd. Ja. Dan zit je dan op een gegeven moment, wanneer je medio augustus tot de conclusie komt van op een gegeven moment heb ik geen inkomsten meer en mijn spaargeld is op, dan moet je wel aan de bel trekken. Want op dit moment zien we ook niet dus dat er enigszins zicht is op een eind aan deze situatie. Integendeel zie je de COVID-cijfers stijgen en dat is voor ons een groot probleem. Hou rekening dus dat het niet alleen maar gaat dus om artiesten, maar het is overal de entertainment business. Dan praat je dus ook over hotels, de venues. Yeah. Je praat die over restaurants, de horeca. Maar ook mensen dus die sound leveren, podia, catering. Het gaat om echt een paar duizend mensen. En als die duizend mensen begin maart niet hebben ontvangen, totaal geen inkomsten hebben, dan moet je op een gegeven moment wel opstaan en zeggen van luister, we moeten nu wel even een oplossing zoeken. Mm-hmm. En dat is de bedoeling, dus ik ben opgestaan. In principe ben ik geschrokken van de reactie. Aanleiding van mijn artikel, die comment die ik heb geplaatst, of althans die post die ik heb geplaatst. En dat heeft me een beetje geprikkeld. Mensen hebben me gebeld, media hebben me gebeld. Maar vooral de mensen uit de entertainment business van Brian, kan je proberen om in ieder geval de trekker te zijn hiervan. En dat is gebeurd. Oké, en wat gaat er nu gebeuren? Want ik heb gehoord dat er een platform komt. Ja, er komt inderdaad een platform. Laat me het zo zeggen dat het platform al is opgezet. Het platform voor ter bevordering van entertainment en cultuur in Suriname. Het bestaat vooralsnog uit mensen die direct gelieerd zijn aan entertainment. Heb ik het met name over artiesten. Ik heb het over de toeleveranciers waar ik het over had. Maar ook eventbureaus, entertainmentbureaus. En je praat over nu zeker zo'n 15 vertegenwoordigers van verschillende sectoren binnen die branche. En ja. Ik schrok dat er zoveel mensen waren, dus die vertegenwoordigers althans uit die sectoren. En de bedoeling is dus dat we zaterdag aanstaande een meeting hebben, een Zoom meeting. Om te komen dus tot oplossingsmodellen. Ja. Maar ook zaken die al geruime tijd spelen binnen deze entertainmentbranche. Dus het is niet de bedoeling dat het een... Dat het alleen op COVID gericht is. Nee, het is niet alleen COVID. Het moet iets zijn dat een langtermijn is. En dat we gaan praten eigenlijk een beetje meer over de Surinaamse entertainment een uplift geven. Vandaar dus dat het heet het platform ter bevordering daarvan. Oké, dat is dus morgen. Maar ik sprak zo net met meneer Iman Baks over bijvoorbeeld, we zien dat er applicaties komen die de mensen makkelijker maken om bijvoorbeeld hun dingen te betalen. En stel je voor dat we gaan moeten dealen met dit nieuw normaal, zeg maar, is het geen optie om online entertainment aan te gaan bieden tegen betaling, waarbij je toch meerdere mensen zou kunnen accommoderen. Toch? Ze kunnen ook gewoon een kaartje kopen voor online. En die cateringbedrijven die kunnen altijd nog delivery doen bij zo'n event thuis. Ja, natuurlijk. Er zijn opties.
Er zijn opties om eigenlijk in het nieuwe normaal zulke zaken aan te bieden. Mm-hmm. En inderdaad, dat is inderdaad een hele mooie optie. Want uiteraard, je moet de kosten gaan dekken. Ja. Want daar draait het eigenlijk om. En zo'n manier van betaling, dat is in het buitenland al eigenlijk al gegeven. En we zaten inderdaad met dat punt om te kijken van hoe kan je dus die verdiensten op zo'n manier doen. Dus ja, ik wil graag wel een takkie hebben met die meneer om dat in ieder geval aan te bieden. Ja. Zeker. Ja, nee, ik ga jullie sowieso met elkaar in contact brengen. We gaan nog door. Want... Ik voel nostalgie, maar mm-hmm. Het geeft me aan de ene kant ook inspiratie om te zeggen van luister, weet je, misschien moeten we... Kijk, deze COVID-situatie heeft ons één ding geleerd. Is dat je terug moet gaan naar de start. Ja. We gaven heel weinig om met betrekking tot het sociaal gedeelte binnen het gezin. Ja. Binnen het gezin. We, we keken bijvoorbeeld zo niet... Zo wil je zo'n bril graag. Het moet op je neus daarom. We bekeken, kijk, we gaven heel weinig ruimte en tijd aan het gezin. Ja. Toch? Ja. Exactly. Nu ben je genoodzaakt dat te doen. En soms moeten we teruggaan. Vanwege die snelle veranderingen die er hebben gespeeld de afgelopen jaren, zijn we bepaalde dingen gewoon vergeten. Weet je? En zo'n clip, die wijst je dat het eigenlijk een beetje anders kan. Klopt. Weet je, het kan anders. Het hoeft niet altijd digitaal te zijn. Waarom ga je niet terug van de basics? Back to basics. Back to basics. Ik moet iets verklappen. Vanmorgen zat ik nog te praten met een medewerker van de STVS. En hij bracht me op een heel leuk idee om dat te doen. Om History, mijn concert, Unplugged te doen. Waarbij de gelegenheid geboden wordt aan artiesten. Zeg maar in zo'n Unplugged concert bij de STVS. Om dat te doen, weet je, elke maand zo'n concertje te hebben, Unplugged. Dat soort dingen worden wel gedaan in het buitenland. Ja. En het zou leuk zijn om, omdat het gaat om een Surinaamse productie, om Surinamers de gelegenheid te geven. Het zijn nieuwe artiesten, het zijn bestaande artiesten, om hun weer een platform te bieden. Klopt. Want dat deed de STVS in de jaren 70 zeker. Ja. En dan krijg je zo weer een collaboration tussen de media en de artiesten. Absoluut, absoluut. Dus ik denk dat deze COVID-situatie, jou innovatief leert denken. Ja. En soms moet je het niet te ver zoeken. Kijk maar. Ja, maar de SCVS heeft een prachtige studio. Ja, de SCVS heeft een prachtige studio, dus waarom het wiel weer uitvinden? Gewoon weer even terug te gaan naar vroeger, weet je. Ja. En kijken van hoe hebben ze dat toen gedaan, weet je. En het, dan hoef je het wiel niet meer op te vinden. We moeten daar gaan we zeker over praten. Buiten, ja, maand en takje, we doen takatori, rusten. Absoluut. Hoe we dat gaan regelen. We hebben het eerder gehad over de situatie, de COVID-situatie en hoe de entertainmentwereld daardoor eigenlijk een beetje rock bottom terecht is gekomen. Je zegt het goed. En ook zijn er al bepaalde plannen, bepaalde lijnen die jullie kunnen gaan uitzetten, zeg maar, om de entertainmentwereld in Suriname te redden? Kijk, first thing first is dat je moet het entameren bij de regering. Mm-hmm. Van luister, dit speelt. Hebben jullie al gesprek met de regering gehad trouwens? We hebben het al aangevraagd. Uiteraard mm-hmm. moeten we dus nu een... je kan niet zomaar gaan naar de president of de vicepresident. Je moet onderlegd zijn. Dus wij gaan een document produceren. Na zaterdag, zeg maar. Waar er oplossingsmodellen zijn. Maar waar ook aangegeven wordt van luister, dit speelt. Zoals bijvoorbeeld... Om maar een voorbeeld te geven, Carifesta. Bij Carifesta zijn er heel wat artiesten niet uitbetaald op de entertainment sector. Mensen die verbonden zijn daaraan. Hoe kunnen we op een of andere manier een regeling treffen, et cetera. Nu weten we dat er geen nauwelijks geld is. Maar er moet daarover toch gesproken zijn. Het zijn dingen die spelen binnen die entertainmentwereld. Ja. Dat is een van de aspecten. Een tweede aspect is wat Surinaamse entertainmentwereld vooral hindert, is de 25% belasting die ze moeten betalen vooraf, voordat er dus iets georganiseerd wordt. Je moet je voorstellen dat de maitak van, maar minuut zeer niet eens een karta,
maar min paar 25% belasting van tevoren. Dus wij willen met het voorstel komen, zeker omdat dit speelt, er zijn geen activiteiten gehouden, dat wij met het voorstel onder andere willen gaan naar de president zelf luisteren. Geef ons een grace time, een grace period van 6 maanden tot een jaar, dat we de belasting niet hoeven te betalen. Ja. En dat je daardoor de inkomsten die we hebben verloren dit jaar, dat je op een of andere manier dat weet je, tot een nulpunt brengt. Dus dat is een van de mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is ook dus dat, dat we in grotere ruimtes activiteiten kunnen organiseren met inachtneming van de COVID-regels. Dus zeg van luister, we doen het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in Flamboyant bijvoorbeeld. Maar dat je in plaats van die 5000 die ze kunnen, daar kunnen zeg maar herbergen, dat je komt op een 500 tot 750 mensen. Maar dan, weet je, ja. Je komt naar binnen, je temperatuur wordt gemeten, je moet een mondkapje bij hebben. De afstand. Dat je die afstand behoudt. Dus zo zijn er tal van mogelijkheden, althans zaken dus die we willen bespreken. Ik zei het al, het moet geen korttermijn ding zijn. Het ook, we willen bespreken op lang termijn, dus vaker sessies hebben met de regering. Ja. Het zij cultuur, directoraat cultuur. Dat we ook aangeven, luister, we willen ook gaan praten bijvoorbeeld met de plaats dus die de Surinaamse media, de entertainment business, horeca, neemt in die gemeenschap. Het is een heel belangrijke sector. Hoe kunnen we daar een boost aan geven? Toch? En welke rol? We willen graag dat het een belangrijke rol speelt. Ja. Een onderwerp dat heel vaak ter sprake is gekomen, ook voor COVID-tijd, maar nu heb je natuurlijk de COVID-situatie, is toch wel de ondergewaardeerde positie van de Surinaamse artiest. We kunnen er doekjes omheen winden, maar Kota Kassan Fasan De, het is heel vaak gebleken dat de artiest bijvoorbeeld uit het buitenland absoluut groter onthaald wordt hier dan onze eigen Surinaamse mensen. Komt dit nu door de COVID-situatie nog meer tot uiting? Oh, jawel. Dat is een van de belangrijkste punten. Vandaar dus dat ik aangeef dat zeker op het punt van belastingen, dat wij onder andere vinden, en zeker de Surinaamse artiest met name, ik denk dat het een groot discussiepunt gaat zijn, dat het nooit kan dat bijvoorbeeld op het punt van belastingen, dat je 25% belasting betaalt. Bij het houden van een Surinaams evenement met Surinaamse artiesten, podiumkunstenaars, en dat het dezelfde belasting betaalt wanneer je een buitenlander laat halen, ja. Die vreselijk bekend is. Uiteraard, als je het op één avond houdt, gaat men snel richting die buitenlander. Ja. Dat is de realiteit. Dus we willen daar wat aan doen. Ik denk dat het niet goed is, dat het niet evenredig is. En je zou in principe of die Surinaamse artiest, of die Surinaamse organisatie, geen belasting moeten betalen. Of je zegt van luister, degene dus die internationale artiest laat halen, zeg maar, die betaalt qua belastingen iets hoger. Dus dat is een van de mogelijkheden. Verder ook nog is voor mij heel erg belangrijk dat, kijk, Surinaamse artiesten die hebben behalve het platform, het podium, is voor hun belangrijk de media. Ik weet dat bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, dat er een formule gehanteerd wordt. Bij sommige landen is dat 50% zeg maar van het Caribische muziek. En 50% mag je dus à la dole doen. Wij willen die formule ook hier hanteren. Toch? Mm. Dat je zegt, je doet het 50% of 75%. Als je nu luistert naar de radio, dan heb je eigenlijk, trek je al een beetje die conclusie van wat die formule eigenlijk is. Volgens mij is er niet eens echt een formule. Maar je hoort zeker 90% hoor je de buitenlandse muziek. En daar willen we wat aan doen. Het komt natuurlijk ook de rest van de sectoren ook ten goede. Als je wat meer doet en meer podia biedt aan de Surinaamse artiesten. Tori Deftaki, hè? Tori Deftaki, wallo. Maar er moet wat aan gedaan worden, weet je. Want de Surinaamse artiest die leidt eronder. Toch? Er zijn weinig venues waar je dingen kan doen. Ik kijk maar naar bijvoorbeeld Clifton Brown, bijvoorbeeld. Onze goede Mattie. Er zijn zoveel talenten in Suriname, maar ze krijgen de kans niet om op het podium te komen. Weet je, waardoor... Waardoor ze eigenlijk moeten wachten tot ze naar Holland kunnen. Tot ze naar Holland kunnen gaan. Om het goed te zeggen. En dat moet niet kunnen. Eigenlijk zou het precies hier moeten gebeuren. Het moet hier gebeuren. Waarom zou je geen tour kunnen doen in Suriname? Klopt. Ik begrijp je, ik voel je helemaal.
Eigenlijk kunnen we heel lang doorgaan. Klopt. Maar, ayuro, hè? Klopt, de tijd zit erop. Maar ik denk dat de belangrijkste informatie toch is meegegeven. Ja, en we wachten natuurlijk af. Ik hoop dat we daarna nog eens een keertje gesprek kunnen hebben na morgen jullie. Over de ontwikkelingen, hoe het zal gaan met PEX, ja. Platform ten bevordering van entertainment en cultuur in Suriname. Thanks, Brian. Dankjewel. Ik hoop dat de regering dit ook heeft opgevangen. Ik denk dat er heel veel noodlijdenden zijn in deze sector. Mensen krijgen echt geen salaris op dit moment. Mensen die bijvoorbeeld in de horeca zijn. Ja. Weet je, die hebben op dit moment geen inkomen, muzikanten verkopen, instrumenten. De nood is heel erg hoog. En ik denk dat nu de gelegenheid is om daar wat aan te doen. Geweldig. Hey, heel veel succes. Dankjewel voor deze gelegenheid. Ja, nee, dat is een genoegen. En ik ga dan deze aflevering van Mantentaki afsluiten. Het was me wederom... Dan mag ik niet gaan. Nee, dat kan gewoon. Ja, maar brentje toe misschien. Of Romo, hè? We gaan deze aflevering van Mantentaki afsluiten, mensen. Vrijdag 21 augustus 2020. En we staan weer voor het weekend. U weet, morgen is de totale lockdown. Het gaat vanavond dus in tot en met zondag 5 uur in de ochtend. Mag u zich dus niet op straat begeven, tenzij u tot de essentiële dienst behoort. Of u heeft daarvoor toestemming, bijzondere toestemming, die is aangevraagd geworden. Maar ik zou u meegeven, blijft u zich aan de regels houden. Want een heleboel mensen beseffen nog steeds niet dat asana no fustraf unu, het is eigenlijk om onszelf veilig te houden en de mensen om ons heen. En denkt u aan de bejaarde mensen, er zijn al veel te veel doden opgetekend. We zien het aantal stijgen. En het zal blijven stijgen als we op dezelfde manier doorgaan zoals we dat nu doen.